Nou, we hebben een aantal gewoon cultuur- en sportvoorzieningen waar we gewoon met veel spanning op staat. Ik denk dat als je daar kijkt, dan zijn ze ook met vernieuwende gedachten bezig. Nieuwe vormen van cultuur die ook de jonge generatie weer aantrekt. Die ook past bij de generatie die we aan willen trekken. En er zijn sportvoorzieningen, cultuurvoorzieningen. En dan kom je op een gegeven moment dat vliegwiel wel op gang. Als we daar gewoon uit de problemen komen en weer gaan investeren. En ja, op dit moment is het hier en daar gewoon, dat weten we met z'n allen, wat krap. Hè? De voorzieningen zijn op zich niet slecht, maar ze moeten nu echt naar het volgende stap. Ik kreeg soms wel een beetje de neiging dat hier ook al een soort van Calimero-effect is. En dat nu eindelijk wordt gezegd van ja, jullie doen volledig mee als Eindhoven, ver buiten de Randstad. Ja, ik denk dat we op een gegeven moment ook gestopt zijn en ook moesten stoppen met dat Calimero-effect. Ik denk dat we gewoon zeggen, je verkoopt je op je kracht en je kracht verkoopt zichzelf. We zijn ook een heel ander soort dialoog aangegaan met de Rijksoverheid. We praten daar veel meer over wat kunnen we voor elkaar betekenen. In plaats van dat we iets komen halen, komen we ook iets brengen. En dat brengen is het belang wat we zijn voor heel Nederland. Dat is denk ik nu, dat begrip is er nu. En we hebben vandaag bijvoorbeeld ook weer met een aantal mensen van de departementen gesproken. En dat gaat helemaal, wat kunnen we voor elkaar betekenen. En dat is denk ik de spirit die we nodig hebben. Trots, maar niet te veel capsones. Brabants, zou ik zeggen.